Een beetje briek is een menske geliek, wordt er wel zijn, maar het maakt vanzelfs net de mal. Dat wie vrouwen zwaagster van betinken doet er op een dui voor het verstaan krijgen dat de drank hem te volle in de macht hier. Wat in zijn eigen jarenlang een onschuldige gewoonte lieken, drie gestadig gewoon op een ramp uit te draaien. Eerst hier amper in de gaten dat de negatieve gevolgen van zijn drankgebruik haar hield niet meer jilden lieten. Doet het Safië weer dat het echt begon te kniepen, kwam bij Frans de bezinning. Het was hem duidelijk dat er een ein onkomen moest. Oors zou het wel eens nu voor uitpakken kennen. Toen ik gewoon een bier zit, zeg maar, toen we dat alle jaren. Eerst in het begin, toen ik met drank begon, heel intens, fel. En toen later, toen kreeg dat slommerstaren gewoon in. Dan zei ik, het is een sluipmoordenaar, want het sloepende wijze sleept in als het ware. Op laatst kom je op een punt, nou ja, doe best bang voor de derde week net, maar op laatst dan zei dat hij echt net zo volle wezen. Sprak een soes naar derde waarde, nou ja, dan best maar derde zo. Op zo'n punt. Dus juist de ernst net meer van de dingen in. Dus dat wie niks minder had er geen bier weer en niks minder als een lege drankfles. Dat wie echt een schrik, een lege drankfles die deed is, die dat niks meer in zit, dat is een schrik. He, dat is beangstigend, dat is hels. He, je moet volle flessen ha en kratten bier met de steen. Dat jou tot zo'n bevredigend gevoel dat de voorraad er is, dan kiest je eruit en dan beste man. Maar dat er net is, dat is. Je bent heel erg afhankelijk van, je bent daar een slaaf van, je bent slaaf van de drank. En hoe ben ik daarvan bevrijd? Nou, ik leer wat het van boven al eigenlijk bestuurd is. Het God dat ik zo bestuurd had, want ik kwam op een punt, ik koerde het niet meer. Ik zit vol vocht, ik barstte zo wat uit en kwart. Ik spuit allemaal aan bloed. Ik wie altijd raar, de oppeppers hopen net meer. Ik moest om een jaloer een blik bier hebben. Ik kreeg deze aan 20 tot 24 blik aan bier. Ik had het laatste blik voortsmeten en zag het voortsmeer wie ik er echt voor toe. Want ik ben man van Utersen, het maakt me oppeppen. Het maakt als drugs werken dat ik dwars er alles in ging. En werkt het zo net, brekt het me op, vernietigt het me. Dan hoek het echt net meer dan ik had voortsmeten. Ik zei, dan hoek het net meer. Hey. Nou, wat minder zorgen. Nou. Goeiedag. Heel wat lekker, hè? Dan moet ik maar wat in denken. Zo. Ik neem een kantel hier, want... Mijn rol in mijn leven. Nou, zo, ten eerste, ik wist van tevoren net dat je komen zou en ik weet van tevoren net wanneer ik je bij maat. En men maakt het paardje even al en als het ouder wist, dan wist hij daarom meer van dingen bewust. En wat ik me nu van bewust is, dat is dat je de vrijmoedigheid hebt om dat evangelie van Jezus Christus uit te komen. Want dat vind ik zelf heel belangrijk. Er zijn grote mensen waar die zeiden van ja, dat hadden ze van makers, dat hadden ze optocht. Nou, dat is voor mij zo net. Ik viel dat iets als heel reëel, een werkelijkheid. Dat God zelf daar kwam is en hem manifesteerd had als een menske in menselijke hoedanigheid. En dat er stond is aan het kruis voor uw zon, zeg maar. En dat wie via die middelaar, via die borg, we dat kregen en het aan de Vader die in de hemelen is. En dat we dan wel leven kennen, wat dat dus van via de grondlezing van de wereld ver voorbestemd had. Maar de meeste mensen nog zoveel van die werkelijkheid ook. En jouw zijn dat geen blijdschap en vrede en gelukzaligheid. Want een protocol heeft al je stress en spanningen en je kunt nergens in vinden. En blijkt dat in die eenvoudige, gewone dingen, als je genoegen neemt met de natuur, als je geen eisen stelt, als je dat met daarna net hoeft, dan kun je volle gelukkiger wijzen als je alles. Al die luxe en die moderne dingen gaan master, terwijl als er eigenlijk geen centen ver achter.
Minne ondervinings maakt je mensen gauwers wiezer. En dan kan het gebeuren dat het wat goeds opsmiet. Gewoon had ik wel eerst een flinke waskoging nodig om erachter te komen dat het de verkeerde kant uit gaat. Oren komen uit haarzelf daarin sjoch. Bij Frans komt de inkeer in alle gevallen op een tijdstip dat het nog net te let is. De positieve omslag zorgt voor een nieuw begin. Het is dien met de drank. Tenoi zit het alweer oors en hij zet de schouders eronder. Oenpakken en troppakken. Er komt meer wadder en regel. In een soener en normaler besteden begint Frans beter op hemzelf te passen. De boel om het door wordt opknapt en hij komt geregeld in het spier om zijn onderkomen beter bij te houden. Dat docht vertuten. Wielster zag geen de waai, maar hem zelfs in het liep komt, kreeg het er zijn lippen weer op een rit. Dan kan er ook weer plan voor de takkomst maken worden. Ik ben hier, het is hier kredelijk als op alle plakken, maar trouwens ik je wijn en meidje het hier samen mee hennen, zal ik het zelf hebben en daar trouwens het oor op oren plakken. Zo, had je nog horen mensen komen te wijn, die zijn nou die bem maar er al de eerst al. Nou ja, en die rommel die met je wij, nou en dan meidje het kredelijk als op een oor plak en dan is het kredelijk en is er niks geen bijzonder zo. Het roege, getekende, het echte, en ik bedoel de tusk van de tijd met er gewoon fretten ha, dan leeft het. Dat ik nou een oud, rattig stuk hout joh, dat had volle meer als een mooi glad, gladde zware plank. Daar kent niks mee. Dus ik moet een omgeving om je heen ha, dat ik van steeds, dat had verfretten door de tijd en dat had wat en het leeft. Dat is het roege, het echte. Dat mooie netjes, dat krekte zaal, ik zo'n wei met die tuntjes al ja, daar viel ik me net tussen. Nou, en nog douche en protest geen water vergrien met terwijl het op oren kan van de mensen verdroeg je en vertoos je. Ik bedoel, dat is een heel dolle gekke werk. Want als dan die wc's haast te spelen, dat trof. Nou, daar flint me daar weer een bad water achteraan. Nou, dat is geen water, dat gaat achter de stront ook nog, dat doe je dan net. Ik bedoel, de mensen die sjogen dat net meer, want die ben dat zo wend dat ze dat zo doen. Maar het is echt absurd als er goede inkomsten. Ik bedoel, hoe mag ik net te vaak wasken? Je zit daar drie keer onder de douche. Dat is net goed voor het vel. Het is zo, de klein jaar een tweede hoed te wijzen. He? Dan krijg je mensen, getekende mensen. Dan is dat met alle dagen waar we het oor zo'n hart met mooi skin en netjes wijzen en maar poetsen doen. Nee, die klein jaar een tweede hoed te wijzen. Maar die bieten die door het beste kun je wel zien. Goed, er komen al mooie bieten naar ons. Die kunnen 8 kilo het stek worden, die kunnen zo dik worden. Goed, dat zijn nog maar bietjes, maar die door het verder is goed. Ja, maar dit is een oude wet, zijn voor bieten. Je hebt verbouwde boeren net meer. Nee.
Maar de mensen die gaan altijd heen en eten de bijen bij de zomer. Je mag nooit geen bijen bij de zomer eten, want er zit totaal niks in. Als er rauw is, dan oh ja, ik mag wel. Maar als er een ripje ligt aan de winter, dan staat dat om in zetmaal. Dan zit er een zetmaal in en dan staat er bijen. En de hinders krijgen het ook. Ik wil bij de winter als ze aan het reetreden winnen op het ijs, dan is van die tentjes. En dan staat er boven Gruninger Malabonen. En Gruninger Malabonen, dat zijn hinste bijen, die poffen ze. Dan poffen ze en dan eten ze zo. En dat ze een stuk of 10 bijen gaan, dan konden ze weer voor, dan konden we reetreden. Het is echt winter eten. Je zegt in de woorden van Oude Wevertjen. Het libben van Heid en Mem Zwaagstra, die toch aardig op Jern binnen, gaat zijn gewone gonkje. Ze binnen nog aardig vlug en blijt dat Frans heel wat werk voor haar uit handen neem ik in. Ze haven het altijd poerbeest mooi nog fineken. Maar toch een warber en werkzaam libben skeert in het verliezen de aandacht voor haar enigste zoon, de Wolris, bijeen. En protouders die zetten dan mij hoe ze de ben opvoeren moeten. Dat had ze zelf altijd net in de handen, die ene door het zaan, de oren door het werro was. Ik zal net zeggen dat mijn heid en mem daar volmaakt in dat opvoeren. Ik heb liefde genoeg gekregen van mijn heid en mem. Je hebt me heel goed altijd behandelen. Zo, mijn heid weer doen, altijd aan het werk, toen liet ze weer. En mem weer ook een prote voort. Dus ik ben meer opgegroeid bij mijn paak en beppen. En bij oude mensen. Maar ik wil wel dat ze bestuurd werden is, dat het goed ging is. Want zat ik nou ben, daar ben ik wel tevreden. Ik ben wel tevreden over mezelf zat ik ben. Dus ik neem aan dat ze mij wel goed opvoerd had. Ja, hij was altijd al een jongen. He? Toen ging hij naar school. Nou, hij zei, een dag voor de fietsen. Maar dan met jouw twaalf en jouw twee en dan weer een ander wat thuis, de nacht. Ja. Dat wordt best wel rijden de wereld zien, man. Ja, van ons. Ja, dan kan het wel wat meer rollen voor de vijf. Ja. Want zo, als hij naar Appelscherf lag, och, het is nog bij die zei, oh, dan kan ik nog wel eentje verder. Dus je geen doel waarom naar hoest dat? Nee, nee, dan moet dat verder, hè? Ja. Maar je dacht net nog over mijn gezetten dat dus. Nee. Zet op om weer te wachten. Nee. Nee. Het zit je in het bloed of net. Maar als het begint te jokken, dan is er vaak geen houden doen. Dan pleegt het longeren naar de vieren kiemen. Maar van die gevolgen dat het heeg tijd wordt om voort te gaan. Lang omlet vinden de tarieringsplak. En in de simmer van 2008 breekt het moment toe om eindelijk met de grote reis te beginnen. De reis naar het land van Frans in dromen. Die jeder net recht slag is en ergens in Grensland stiekje bleur. Thierry mooi Simon Luimstra, een van zijn maten die het ek aardig bereisig is, zet Frans hier een petit ouwe voor een lange fietstocht naar de Balkan. Mooi het riek op het dijk en vergees lucht bij de dooi, geen twee vrije vogels uit de woorden de wiede vrouwt in. Het avontuur dat toch een grutpad van Europa viert, zal zijn goede treinmonen in beslag nemen. Het is geen tocht bij het jure vakantieparken los, sliepen doggen ze onder de bleerte loft, jelven de reis. Komen de man bij de grens tussen Slowakije en Hongarije om. Ik heb heel groot bandenprobleem. Ik haal een hele lekker banden van waarom, ik snap er niks van. Ik heb direct op nul lekker banden, maar ik zit er nog op 4 wel. Dan moet het echt maar warm. Wat maar zien dat het er lucht al wat in bij wil. Dat is te raden.
liepen, hè? Kan veel keer. Ja, dat, dat maakt dan maar net. Dan doen we dat nou. Dat ben ik al verhuizen daar. Ja, daarom, ja. Ja, dat ben ik al verhuizen en dan zien we de mensen nu al hier weg. Ja, ik ken je kracht, ja. Nou, dan maar het beschikje waar ik kom. Ik heb hier gewoon een stukje hout dat leidt op een wei. Ik denk dat moet ik maar mee. Slangen en zo, dat ben gewoon plak en jout, nog wel eens wat problemen. Maar dat valt in de regel wel wat af. Als je lange lezen nog een haas, want als je een keer hier en daar lezen, valt een slang je net lastig. Maar als het onverwachts op een slang steen geeft in de bladden en zo, dan staat het er al. Dan is het lezen nog een haas, dan slaat er dat je nog en gebeurt er niks. Het wist hem vanzelf uit, men weet van tevoren net wat plak je kreeg vanzelf. Maar ik bedoel, het wordt tijd om je in dal te gaan en dan zie je wel, een omgeving is het geschikt als net. Ik ben zelf zo, als ik alleen ben, dan ben ik dat, nou ja, dat is gewoon, dat zit erin, dat heb ik over de jaren dat zo in mijn groeit. Ik voel dat gewoon aan. Ik ga altijd op een plak lezen dat ik zeker van weet dat net een menselijke missie had als ik de lezing gegaan ben. Ja, ja. Want dan weet ik, dan kan ik eigen tijd doen en dan kan ik goed slapen nachts. Want als ik weet, als ik gewoon weet dat ik dat lees, nou ja, daar heb ik net een goed gevoel bij. Ik ben net bang, maar ik wil net onverantwoord met mijn leven omgaan. Ik wil net zo van, ga daar maar lezen en wat verrekt dat. Want dat heb je zelf ook net. Het wist hem vanzelf uit, een mooi plakje in de wildernis, in de natuur. Men moet altijd wel omdenken om een houtteken, dat je net onder de teken komt. En verder het ongedierte, nou, dat valt me echt wel wat af. Ik ben Samak, we gaan hier filmen. Nee, van ons, die ran gewoon zonder de chauffeur. De voorste is hier een ridder op. En zo worden hier met wijn en alles, jacht er maar achter. Ja, prachtig mooi. Zwaar versteende zal bloeien en nooit vergaan zolang er scherpe messen bestaan. Dat zijn mijn paken al ziet. Ja. Nou, nou moet de eerst maar wat boord in tegen. Aan de kant van de wei, een mooie idee uit hart. Maar ja, niet al wat te lang lei. Hier stond al een huske. Maar door een hekens roept. Ja, die is al 14 jaar geleden, die stank. Als je dan hier kan. Ja, dan hier kan op eten. Als toe ik nou een sippeltje van mijn Indiaan. Ja hoor. We hier een ruil, zodat de Indiaan wat schoonpoet. voor de schoon en vet, voor de schoon en dan ik een sippel. Zo. Zo. Dat is wel gezond, hè? Dat zit van nog een wortel zien en zo. Ja, ze hebben ook al daar een bakterieappels mee sprak en sippel. Frans, je bent gegaan naar verre streken,
Wij tellen nu de dagen en de weken en vragen ons af waarof je bent en of iemand jou daar ergens kent. Je zwerft langs steden, bossen en bergen en blijft veel van je krachten vergen. Je dwaalt op drukke vreemde wegen in een brandende zon en kille regen. Je slaapt in een grot of in een schuur of onder de hemel in Gods natuur. Dat is goedkoop en kost geen geld en je voelt je thuis in het ruime veld. Je rilt van kou of stinkt van zweet. Soms is het koud, maar meestal heet. Je kleren worden vuil en goor. Ik blijf je toch wel missen, hoor. Je trapt en fietst de halve wereld rond en voelt je thuis daar op die vreemde grond. Ik vraag God steeds voor jou om bescherming. Hij zal je gedenken vanuit zijn ontferming. Hem te kennen is de hoogste zaligheid. Ik wens je dat voor tijd en eeuwigheid. Eens komt de reis waar niemand van terugkeert. Als onze boot op de kust der eeuwigheid aanmeert. Vaarwel, mijn lieve zoon. Ik wens je een behouden tocht. Het komt wel goed. Gods liefde heeft ook jou gezocht. Goedendag, hè? Hey, doei. Oeh, ja, wel lekker. Gouden plakje. Oh, hey, dit zijn ook de momenten, hè. Oh. En net een baas dat even naar kan. Oh, laat het rusten.